optreden vanmiddag. En ik daag u wel, ik ben ook gewoon uit. En doe dat ook. Dan kan het zomaar zijn dat u niet alleen een gezellige of een leerzame middag hebt, maar ook een hele waardevolle middag misschien voor uw bedrijf. Mijzelf ongeveer een, dat was het begin van het jaar. Ik verkeer in een fase waarbij vrienden allemaal 40 worden. En dat wordt, ik mocht er zelf een paar maanden geleden aan geloven. En dat wordt dan gevierd. Inmiddels buiten huis, in een zaaltje of in een hoek van een café. Dat wordt afgezet. En zo kwam ik aan het begin van het jaar op het Amaliaplein terecht. En raakte met twee dames aan de praat. Dat waren de applaus gegeven. Ik denk, en dat menen we oprecht, hè, het feit dat je hier vandaag staat tussen allemaal collega's en je toch opgevallen hebt in het afgelopen jaar en dat mensen hebben gezegd, hé, maar ik ben ook een mooie kandidaat en die hoort hier gewoon aan tafel te zitten. En het is ook zo, hè, dat voel je aan je buik, wat René ook aangaf, op het moment dat je op bezoek komt ergens. De Energiek Almelo Award 2017. Haha! Restaurant Creta en wijn en bier. Waarom hebben zij gewonnen? Ondernemen is passie en dat geldt in de hoogste mate voor de horeca. De horeca-ondernemer moet altijd zichtbaar zijn, hij heeft een zaak en hij is de zaak. Hij moet ondernemerslef hebben en dat tonen. Dat maakt hem kwetsbaar, maar hij kan en mag er niet uit de weg gaan. Steven en Gabriel staan midden tussen hun gasten, overigens net als veel van uw collega's in de Almeloze horeca. Met uw Grieks restaurant Kreet en het Hokje zorgen zij er niet alleen voor dat wij met plezier de stad trekken. Gabriel en Steven beseffen dat stilstand zeker in de horeca achteruit gaan betekent. Ze zijn er nog steeds weer in voor nieuwe uitdagingen en durven daar dan flink te investeren. Pas de Hokies ooit een klein bruin Almeloos café, dat ken ik nog wel op de hoek van de straat. Inmiddels is de Hokies een partycentrum geworden waar jong en oud van 2 tot 200 personen zich geweldig kunnen vermaken. Samen met de andere horecaondernemers in de binnenstad en in het bijzonder ook rondom het Amaliaplein, zorgen zij ervoor dat Almeloos weer met trots familie en vrienden uitnodigen om weer even de stad in te gaan. Onvermoeibaar en vol ideeën hebben beide ondernemers van een horecagelegenheid iets bijzonders gemaakt. Al jaren zetten ze Almelo gekleurd op de menukaart en het resultaat is een verlevendig straatbeeld. Door het organiseren van allerlei soms unieke evenementen zorgen graag. Nou, ik vind het ten eerste heel erg geweldig dat we met deze twee bedrijven genomineerd zijn. Dat is echt fantastisch. We gaan ook privé op zaken met elkaar om. Ja. En dat is, dat is gewoon uniek. En om hier te staan, zoveel jaar. Zoveel jaren hard werken, hartstikke trots. Heel trots ook. Ja. Zijn er nog mensen die jullie...